De verzetszaak van ex-legerleider Desi Bouterse, die vandaag is voortgezet, is uitgesteld naar 26 februari. Auditeur-militair Manro Danning heeft gereageerd op de bezwaren die raadsman Erwin Kanhai heeft opgeworpen in de verzetszaak. De advocaat heeft op zijn beurt weer gereageerd en is nu aan de aanklager om daarop schriftelijk te reageren. Bouterse, die door enkele aanhangers en een Sambora-groep werd begeleid, is content met de wijze waarop zijn raadsman hem heeft verdedigd. Meneer Bouterse, goedemorgen. U komt uit de rechtszaal. Wat heeft u te vermelden aan ons? Nou, ik denk dat de raadsman en de auditeur waren aan het horen dat zij mogelijk iets te vermelden hebben. En hetgeen de raadsman en de auditeur militair hebben besproken, bent u tevreden wat uw raadsman heeft kunnen zeggen vandaag? Oh jawel. Meer als tevreden zelf. Hoe denkt u over een eventuele gevangenneming? Wie? Gevangenneming? Wel, vraag het even aan, aan de tegenpartij. Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden, kijkt met belangstelling uit naar de dupliek van de auditeur militair. Die krijgt daartoe 2 weken de tijd van de krijgsraad, waarna Kanhai op 26 februari bij de hervatting weer daarop zal ingaan. Dan gaat de krijgsraad een beslissing nemen. Ik verwacht niet dat de krijgsraad die beslissing op 26 februari zal nemen. Dus ja, als we ongeveer naar de frequentie kijken, eens per maand, dan zal dus de maand daarop, in maart, tegen eind maart, mag je een beslissing verwachten van de krijgsraad over de vraag of die excepties nu gegrond zijn of ongegrond, dan wel ze worden aangenomen of dat ze worden verworpen. Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden in het 8 december strafproces. Bouterse is aangezegd om ook op 26 februari aanwezig te zijn bij de voortzetting van de zaak. Hij stelde op vragen van de media dat hij hieraan invulling zal geven.